2018 is er bij toeval ontdekt door gewoon een jaarlijkse controle dat ik diabetes had. En daar bleek mijn glucose gewoon veel te hoog te zijn. En mijn bloeddruk, cholesterol was niet goed. En ik voelde me ook niet goed. Ik was altijd moe, totaal geen conditie, een beetje mistig in mijn hoofd. Ik moest eigenlijk aan de medicatie, maar ik heb met de praktijkondersteuner af kunnen spreken dat ik eerst zelf aan de gang zou gaan. Ik had al heel veel lijnpogingen gedaan die allemaal op niets uitgedraaid waren. Dus ik was eigenlijk nog best wel zoekende. Dus ik ben toen gaan googlen en ik kwam bij de Stichting Je Leefstijl als Medicijn uit. En die hebben verschillende pijlers, voeding, bewegen, slaap, rust. Het is een supportgroep met allemaal mensen met dezelfde problemen eigenlijk. Allemaal diabetes. Ik moet sowieso al wekelijks mijn gegevens doorgeven. Mijn glucose, mijn buikomvang en mijn gewicht. Dus dat is al een stok achter de deur om goed je best te blijven doen. Maar ook de verhalen die je daar kwijt kan, die je ook hoort van andere mensen weer, dat stimuleert ook. En dat, ja, dat heb je gewoon nodig. Ik ben heel goed op mijn voeding gaan letten. In ieder geval geen pakjes en geen zakjes meer en zoveel mogelijk verse groenten. En ik ben mezelf ook regelmatig gaan testen, bloed prikken om te kijken hoe hoog dan mijn glucose was. En dan na de maaltijd nog een keer prikken. Dat heeft voor mij heel veel kennis gegeven van, dat kun je beter niet eten en dat kun je beter wel eten. In het begin dacht ik van, nou, dat eten dat wordt dan drie keer niks, want dat is niet lekker. Maar ik heb nog nooit zo lekker gegeten, dat is wat ik nou doe. Vind jullie gezellig? Ik maak het gewoon een lekkere salade klaar voor een lunch. Heel vaak maaltijdsoepen voor een lunch. Dus die boterham die ga ik niet eens missen. En ja, af en toe dan neem ik nog wel een stukje brood, maar hoofdzakelijk groente, vooral groente. Met wat eiwitten erbij, een stukje kip, een stukje vis. Heel gevarieerd nu, terwijl ik eerst heel standaard at. Van, ja, mijn boterhammetjes, één met kaas, één met vlees en één met zoet. Elke dag hetzelfde en nu heb ik gewoon elke dag wat anders. Veel lekkerder, veel gezonder en mijn bloedsuiker die stijgt er niet van. Toen ik anders ging eten heb ik in het begin best wel wat reacties gekregen uiteraard. Vooral van mijn kinderen. Van lieverlee zijn die ook een beetje gezonder gaan eten. Ja, dat is gewoon een heel mooi bijeffect. Ja, ga het niet de moeilijkste voetjes. Nee. Helemaal geen eelt. Dan mag ik niet in de tenen knippen. Dan heb ik gelijk geen klanten meer. Misschien geen klanten. Het gaat regelmatig wel eens niet goed natuurlijk. Vooral in de hele drukke periodes, vakanties, wil het wel eens misgaan. En dan heb ik heel veel steun aan de groep. Als ik dan mijn gegevens invul en er is een kilootje of anderhalf misschien wel bij en mijn buikomvang die is weer langzaam aan het groeien, dan krijg ik altijd wel een reactie van iemand van, goh, wat is er gebeurd? Of het gaat niet goed, hoe komt het? En dat geeft je dan weer stimulans om de draad toch weer gewoon opnieuw op te pakken. Het voelt dan niet als mislukt, zoals je een dieet wat mislukt en je komt weer kilo's bij en je bent weer bij het begin van af. Maar ja, het is gewoon eventjes een dipje en dan kun je weer, door de kracht van de groep, kun je weer verder. Dan pak je het weer op. Ja, ik ben dus gaan lopen. Ik begon met een hele klein wandelingetje. Als ik 5 minuten of 10 minuten gelopen had, dan was ik echt helemaal aan. Dodelijk vermoeiend voor mij toen. Want ik kwam echt van de bank af. En ik had helemaal geen conditie, geen spierkracht. Dus ik heb dat heel langzaam opgebouwd. En met mijn hondjes iedere keer een stukje verder gaan lopen. En mooi uitgebouwd totdat ik nou elke morgen gewoon een uur loop. Van het lopen ben ik naar start run ook gegaan. Dat is ook hardlopen proberen op te bouwen. Nou, ik kon echt nog geen 100 meter hardlopen. En dat hebben we ook heel langzaam opgebouwd onder begeleiding.
En ik heb nou een run gedaan van 10 kilometer. Dus ik ben echt vanaf niks ben ik heel langzaam gaan bewegen en steeds meer spieren gekregen en steeds beter in mijn vel komen te zitten door het sporten en door het wandelen vooral. Inmiddels ben ik zelf zover dat ik zelf een wandelgroepje heb op kunnen starten. Daar zitten zo gemiddeld zo'n 20 mensen in. We gaan lopen. Die zijn een beetje aangestoken door mijn enthousiasme. En we lopen gewoon elke week heel trouw 5 kilometer. Het is hier hardlopen, hè? Hoppa. Je maakt weer een bepaald hormoontje aan en ja, je wordt er eigenlijk gewoon gelukkig van. Toen ik met het hele traject begon, meende ik van mezelf dat ik totaal geen zelfdiscipline had. Ik gooide best wel snel altijd de handdoek in de ring als het mislukte. Maar juist doordat kleine dingetjes wel lukten, ben ik ook mijn zelfvertrouwen weer teruggevonden. Ik heb echt weer moeten leren om vertrouwen te krijgen in mezelf. Ik wil oud worden. En ik wil gezond oud worden. En niet als een kastplantje op een bank en niks meer kunnen. Ik heb best wel het een en het ander gedaan aan ontspanning. Ik ben eigenlijk een redelijke stresskip. Vooral in drukke periodes. Ik ben eigenlijk nu pas gaan leren om mezelf wat rust te gunnen en er ook van te genieten. Eerst was het altijd voor anderen rennen en doen. En nu denk ik vaak, nou eerst Lisette en dan de rest. En word ik er gelukkig van, maar de rest wordt er ook heel gelukkig van. Een stabiel goede bloedsuikerspiegel, nuchter 's ochtends, die in het verleden steeds nog wat te hoog was, maar nu de laatste twee keer keurig netjes goed zijn. De gemiddelde bloedsuikerspiegel lange termijn, HbA1c, is structureel een aantal punten lager geworden vanaf het begin. Geen insulineresistentie meer, normale insulineproductieactiviteit. Ik ben er helemaal blij mee. Ja. Dus volgens mij heb je het helemaal onder controle en snap je hoe je stuurt met voeding en leefstijl. Hartstikke goed. Super, ja. Ja. Ik voel het ook. Ja. Mijn cholesterol die is weer goed, bloeddruk is weer goed. Kortom, ik ben in de tussentijd een redelijk nieuw mens geworden. Dus ik ben helemaal blij nou.